Meneer Hemmert Lotsman. Meneer Ray. Blij te zijn. Op de laatste dag van Milan. Ja. 40 jaar. Wat zegt het u? Ja, het doet me ontzettend goed. 40 jaar natuurlijk. Het is een Hindoestaans-Surinaamse organisatie die 40 jaar bestaat. En dat we zoveel mensen om ons heen hebben. Dat maakt, ik krijg daar heel erg kippenvel van, moet ik zeggen. Heeft u ook een speciaal gebed gedaan voor de weersgoden? Ja. Dat is fantastisch weer, het hele weekend. Absoluut, dan. Laten we daar ook eerlijk in zijn. We willen natuurlijk, we organiseren, we investeren er geld in. Ja. En we willen natuurlijk dat het een mooi festival wordt. En daarom hebben we gemeente van Luizen, laten we een festival zodanig maken dat het toegankelijk is voor alle leeftijden, van 0 tot 100 jaar. Ja. En dat het festival toegankelijk is voor alle doelgroepen. In alle categorieën en het lukt ons nog aardig, dus het doet me hartstikke goed. Want ik ga zo meteen een kijkje nemen bij Alakondre, dat is nieuw dit jaar. hoe is het initiatief bevallen, zeg maar, de hele Alakondre? Ja, de Alakondre Dorpu. Hè? Dorpu, want daar hebben we gemeente natuurlijk om... 2 jaar terug hebben we in het kader van 150 jaar immigratie hebben de Boiti opgezet. Dat dorpsgevoel dat mensen moesten hebben. Dat was heel mooi. Ja, dat was heel mooi, dat was een succes. Hebben we het jaar, nog een jaartje herhaald. Toen dachten we, ja, na 2 jaar moet je toch iets anders hebben. Toen dachten we gaan Suriname in beeld brengen. En hebben we Alakondre dorpen gezet. We hebben de inheemse dorp, we hebben de Maronse dorp, we hebben de Javaanse dorp, we hebben de Chinese dorp en we hebben de Hindoestaanse dorp. Het is een prachtig ding dat het daar staat natuurlijk met heel veel vrijwilligers. En vrijwilligers die een mooi cultureel programma opzetten en waar mensen van genieten. Dus we hebben nu Alakondre Dorpu, maar volgend jaar gaan we doen Alakondre Kukru, Alakondre Poku en Alakondre... Wauw, het wordt steeds groter. Ja. Als ik een woordje wil hebben voor al uw vrijwilligers, hè? Alle mensen die hun schouders steken onder dit fantastisch grootste Milan van Europa. Wat wil u tegen uw vrijwilligers zeggen? Ik zou ze heel erg willen bedanken. En ik zou alle standhouders, alle vrijwilligers, de gemeente Den Haag willen bedanken voor hun bijdrage. Want zonder uw aanwezigheid gaan we dat festival niet inzetten. Milan is een festival, Milan Summer Festival, met vrijwilligers. Ja. Als we dit allemaal zonder vrijwilligers moeten doen, dan kunnen we het niet draaien. Dus dat is een vrijwilligers en al die standhouders, dus alle partijen, hartstikke mooi dat we het doen. We hebben gedacht ook dat we zijn maatschappelijk betrokken ondernemers, het gezondheidsplein erbij te zetten. Een stukje cultuuruiting, iets wat verbinding maakt. Dat is dus een eten, muziek, drank, culinair. En natuurlijk de cultuur. En ik weet dat u het met een heel groot team doet. Ja. Hoe krijgt u voor elkaar om alles zo mooi te organiseren? Ik bedoel, leert u elk jaar iets erbij? Is het nu, gaat het nu helemaal automatisch? Hoe lang bent u bezig met het evenement? Nou, we lijken op elkaar. Ja. En zo is het ook op het veld. We lijken allemaal op elkaar. We doen dingetjes natuurlijk. En ik probeer die mensen te zeggen, als we op elkaar lijken, laten we dingen samen doen. Ja. Waarom zouden we dat niet? En daarmee denk ik dat ik dus dan wel een stukje loyaliteit krijg van de gemeenschap. Ja. En dat vind ik belangrijk als je de gemeenschap met je mee hebt, meedenkt. En dan daarmee kun je het doen. En ik denk dat we, als het zo doorgaat, dat we het nog 40 jaar zouden kunnen voortzetten. Kijk, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Ja. Die parkeren we gelijk. Ja. Als ik naar u kijk, hoe lekker ontspannen u bent. Ja. Onder zo'n grote druk en die mooie glimlach, dan zeg ik, nou, je doet het gewoon goed. Complimenten. Ja. Laatste vraag voor alle bezoekers, want dit filmpje gaat natuurlijk op TikTok, het gaat op YouTube. Iedereen gaat er naar kijken. Ja. Alle bezoekers van Milan Summer Festival, wat wilt u aan hun meegeven? Ik wil ze zeggen, van kijk, u heeft genoten een weekend lang hier 2, 3, 4 augustus 2024 genoten van een mooi festival met alles erop en eraan voor alle leeftijden. Neem dit beeld mee. Neem het mee, zodat het een mooie belevenis is om volgend jaar te komen. En als u er bent, kunnen wij organiseren iets kleins. Maar als u erbij bent, dan wordt het klein ding groot. Ja, hartstikke bedankt. Dank je wel. We gaan een kijkje nemen en we gaan genieten. Dank je wel. Dank je wel. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.